Goedendag, welkom bij Barbulo. We zijn hier vandaag in Zedelgem, waar dat Hertog Jan tot 2018 actief was. In 2018 zijn we gesloten en zijn we eigenlijk geëvolueerd naar Hertog Jan Restaurant Group met verschillende restaurants, waaronder Barbulo. De keuken van Barbulo typeert hem eigenlijk met Vlaams-Franse klassiekers. Zeer herkenbare gerechten ook, denk ik, voor iedereen, voor het gezin, voor de familie. Dat we toch op een hoger niveau, op een iets meer gastronomische manier proberen te brengen. Maar toch ook toegankelijk, met heel veel respect voor het product. Ook eigenlijk een beetje een no-nonsense keuken, maar ik denk een passepartout voor iedereen. Vanavond gaat Barbulo hier open en we staan in onze spriksplinter nieuwe keuken. Je ziet hier dat je alles gewoon klaar staan hebt ook, hè. Je hebt saus opgeschuimd. We hebben gekozen voor Electrolux Professional. Die hebben zeer goed geluisterd naar wat er voor ons belangrijk was. Onder andere de duurzaamheid, het praktisch onderhouden van toestellen, van keukens. Degelijke toestellen, want uiteindelijk wordt het toch intens gebruikt. Ja, ik ga ze een keer even op een douche leggen en ze gaan doen. Ah, wat zijn die? We zijn natuurlijk excited, maar ik heb er een zeer goed gevoel bij ook, omdat de werf aan zich en de werken aan zich werden zeer goed opgevolgd. En de keuken is eigenlijk al een week opgeleverd, wat dat in onze sector vrij uniek is, denk ik. Dus we hebben ons goed kunnen voorbereiden. Ze hebben ook ons meegenomen naar een prestigeproject in Parijs van Alain Ducasse, waar we eigenlijk alle toestellen en alle technieken konden ontdekken. En ik moet zeggen, dat heeft ons toch uiteindelijk over de streep gehaald. Ik denk dat we ondertussen ook de toestellen goed kunnen testen hebben en dat we alles onder de knie hebben en dat we samen met ons team sterk staan om er vanavond in te vliegen.